Ik dacht, kijk, ik ben niet goed in Engels of zo, en ik snap het niet veel van mobiele telefoons. Maar het enige wat ik weet is dat home thuis betekent. Dus ik zat vandaag op school en ik wilde naar huis. Ik dacht, als ik op die knop knip, ga ik naar huis. Maar ik was niet thuis. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat weer super veel aangevraagd is. En het komt ook omdat ik het al een paar keer eerder heb gedaan. En het was elke keer weer een super leuk succes. Ik ga vandaag namelijk weer bedrijven prankcallen. En deze keer ga ik me niet ziek melden of ga ik ontslag nemen. Maar ik ga deze keer hele rare klachten indienen bij de bedrijven over verschillende producten. Ik heb jullie via Instagram gevraagd om de meest rare klachten in te sturen. En er zijn meer dan 1000 reacties binnengekomen met allemaal rare en leuke klachten. Volg mij nog niet op Instagram. Mijn Instagram is bopopman. Volg het zeker even. Ik ga dus vandaag bedrijven prankcallen, maar het kunnen allemaal soort bedrijven zijn. Het kan een telefoonwinkel zijn. Het kan een supermarkt zijn, een bioscoop. Het kan eigenlijk van alles zijn. Ik heb de 3 leukste redenen uitgekozen. Dus zeker weten een pluimpje omhoog. Vergeet om er niet te abonneren. En let's get started. Ik ga zo meteen beginnen met het bellen van het eerste bedrijf. En hier ga ik ook mijn eerste klacht indienen. En dit is bij een supermarkt. Ik ga namelijk zeggen, ik was vanochtend in de supermarkt en ik kocht een pak halfvolle melk. Maar toen ik thuis zat, zat het pak niet half vol, maar zat het pak helemaal vol. Dus best wel gek natuurlijk, want iedereen weet dat half vol en vol daar echt niks mee te maken heeft. Maar dat het gewoon te maken heeft met de melk zelf en niet met de inhoud. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu gewoon de supermarkt bellen en dan ga ik deze klachten indienen. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaan reageren. Goedemiddag. Kan ik helpen? Goedemiddag, gesprek met Anne. Goedendag. Ik had even een vraag. Ik wilde graag een klacht indienen. Bij wie kan ik dat het beste doen? Dat mag je bij mij doen. Oké, nou ja, het was dus zo, ik was vanochtend in jullie filiaal. Ja. En ik had een pak halfvolle melk gehaald. Ja. En toen kwam ik thuis en ik ging er ook vanuit dat het een pak halfvolle melk was. Ja. Maar vervolgens deed ik hem open en was het gewoon een pak volle melk. Dus wat moet ik nu precies doen? Nou, als ik nu bon en een pak melk terugkom naar de winkel, gaan we het in de winkel voor u regelen. Dus dan krijg ik gewoon, als ik naar de winkel toe kom, dan krijg ik gewoon mijn geld terug? Krijg u gewoon mijn geld terug, maar op van mij tot een nieuwe. Pak melk wat u wil, maar dat gaan we dan in de winkel voor u regelen. Maar kunt u dan wel garanderen dat ik dan wel een pak halfvolle melk krijg? Want ik wil geen pak volle melk, ik wil een pak halfvolle melk. Nee, dat snap ik, maar dat kunnen we in de winkel voor, dat kunnen we in de winkel dan gelijk voor u testen. Oké, dus gaan we in de winkel de pak even openmaken? Ja hoor. U wilt ook even dat ik een kopje meeneem, dat ik direct even kan proeven? Precies, ja hoor. Oké, dan kom ik, wanneer kan ik dat het beste doen? Want dan wil ik natuurlijk wel u zelf even spreken, dat vind ik wel leuk. We zijn er tot 9 open. En dan ben ik ook, dus dan Oké, want ik heb het pak al wel geopend, is dat een probleem? Ja, dat maakt niet uit. Dat is geen probleem. Oké, dus dan kom ik gewoon weer pakken en de kassenbon naar de winkel en dan kunnen we samen even kijken. Ja. Oké, super. Oké, dankjewel. Dankjewel. Oké, doeg. Tot straks. Oh my god. Deze man, dit is zo grappig. Kijk, ik denk dat hij wel door had dat het gewoon onzin was, maar alsnog, hij bleef er zo serieus bij gaan van... Ja, dan kunt u gewoon naar de winkel komen en dan gaan we dat samen even uitzoeken. Ik denk, oké. Oh, het is dat deze supermarkt niet dicht bij mij zit, want ik bel gewoon nummers door het hele land heen. Maar anders was ik er gewoon spontaan naartoe gegaan. Gewoon om te kijken wat er gebeurde, weet je. Oh, lijkt me zo grappig. Oh my god. Maar in ieder geval, deze is geslaagd. We gaan nu door naar klacht nummer 2. Ik ga nu het tweede bedrijf bellen en mijn tweede klacht is, ik kocht een telefoon, maar hij werkte niet. Want ik drukte op de home button, alleen ik was nog steeds op school. En kijk, met home button bedoelen we natuurlijk deze knop. Dus iedereen weet dat als je daarop drukt, dat je dan helemaal niet naar huis gaat. Zou trouwens echt heel handig zijn. Maar iedereen weet dat het niet zo is. Dus we gaan gewoon bellen en we gaan wel kijken wat de reactie is. Let's go. Vragen we u om uw vraag in te spreken. Spreek na de pieptoon uw vraag in. Kapotte home button. Goedemiddag. Waar kan ik u helpen? Goedemiddag, gesprek met Anne, hè? Nou, het is dus zo, ik heb gisteren bij jullie een nieuwe telefoon gekocht. En nu heb ik niet heel veel verstand van telefoons, dus dat is echt mijn eerste smartphone, zeg maar. En ik ben ook niet zo goed in Engels, dus ik was alles een beetje aan het uitproberen. En toen kwam ik bij mijn home button. En ik zat vandaag op school en ik had er gewoon geen zin meer in. Dus ik dacht, ja, als ik op die home button klik, dan ga ik gewoon naar huis. Maar vervolgens zat ik nog op school, dus ik snap niet zo goed wat dan het nut van home button. Ja. Heeft u een postcode en huisnummer voor mij? Dan ga ik even de gegevens erbij zoeken. Ja hoor. Alleen ik weet niet precies zeker, want mijn vader heeft erop gezet. En
Dus ik weet het niet zeker, maar kunt u niet gewoon voor mij die vraag beantwoorden? Ja, ik moet het sowieso even opslaan in het systeem, dus ik heb wel een gegevens nodig. Ja, maar het is niet dat er wat mis is, ik heb alleen een vraag. Ja, voor die vraag heb ik geen heel duidelijk antwoord voor u op. Ik snap ook niet zo goed wat de vraag is. Nou, mijn vraag is, kijk, je hebt een homebutton op een telefoon. Ja. De ronde knop onderin. Ik dacht, kijk, ik ben niet goed in Engels of zo en ik snap ook niet veel van mobiele telefoons. Maar het enige wat ik weet is dat home thuis betekent. Dus ik zat vandaag op school en ik wilde naar huis. Ik dacht, als ik op die knop knip, ga ik naar huis, maar ik was niet thuis. Snapt u het? Ik ben gewoon opgehangen. Eerst snapte hij mijn probleem niet, dus... Vervolgens leg ik het probleem uit, ik helemaal uitleg in mijn begrippen. Word ik gewoon opgehangen. En hij vroeg op een gegeven moment op mijn postcode. Dus ik dacht, oh nee, dat moet niet, dat moet hij niet. Dat moet niet. Dus ik zeg gewoon, ja, mijn vader heeft dit gedaan, dus ik weet het niet zeker. Maar, oh my god, ik had zo graag een antwoord gefilmd. Maar ik werd gewoon opgehangen. Heel jammer, dus hij is niet helemaal geslaagd. Maar we gaan gewoon door naar klacht nummer 3. Let's go! Ik ga nu het derde bedrijf bellen en deze keer ga ik mijn klacht indienen en dat is bij een supermarkt. En mijn klacht is, bel een supermarkt op en zeg dat er een gat in je donut zit en je graag een nieuwe wilt of je geld terug wilt. Dus ik ga vertellen van, ja hallo, ik wil graag klacht indienen want er zit een gat in mijn donut. Like, er zit altijd een gat in het midden in een donut. Maar weet je, oké, we gaan gewoon bellen. Dit wordt weer super awkward, maar let's go! Hallo, goedemiddag, ik spreek met Anne. Ik wil graag een klacht indienen, maar bij wie kan ik dan het beste bij jullie zijn? Ik kan u misschien doorverbinden? Je kan het ook bij mij indienen, dan ga ik het op. Ja, u mag eventueel ook wel doorverbinden met leidinggevende of iets dergelijks als die aanwezig is. Nee, op dit moment zijn ze, kunnen ze het niet opnemen, snap je? Dan ga ik het opschrijven en ga ik het doorgeven gelijk naar. Oké, okay, ja, want ik was dus vanochtend bij jullie filiaal. Ja. En ik dus ging... Ik vertel, Anne. Wat zei u? U heet? Anne? Ja? En het was dus zo, ik was nog in de filiaal en ik kocht een donut. Ja? En dat heb ik dan nog nooit vaak gehad, maar ik kwam thuis en er zat een gat in de donut. Nou, weet je wat je kan doen, man? Nou? Je kan het beste hierin komen, je kan je geld terugkrijgen. En die donut, als je nog een keer naar die donut, van je donut gaat, kan je die meenemen. Oké, okay, dus dan moet ik die donut meenemen naar de winkel. Dus dan moet ik terug naar de winkel omdat jullie een fout hebben gemaakt met een donut. Ja, het kan altijd gebeuren. Ik doe het niet expres of zo. Ja, maar het is toch raar dat er een gat in een donut zit? En een donut heeft het eerste gat, hè? Nee, een donut heeft geen gat. Ja, wat is die rondje midden dan? Wat zegt u? Wat gat heeft een donut dan? Een donut heeft geen gat. Oh my god, kijk, ik had zeg maar op een gegeven moment, toen zei ze, weet je wat jij moet doen man? En toen hoorde ik al die toon en ik dacht, oh, ze zijn wel boos hè. En toen op een gegeven moment, ik denk dat zij gewoon dacht dat het een soort van hap uit was of zo. Of in ieder geval, ze liet ze mij dat lijken. En toen ik doorging van, er zit geen gat in een donut, werd ze, oh, zo erg hè, dat die mensen dan... Kijk, ik snap echt dat je boos wordt, want ik bedoel, ik bel onder je werktijd, ik val die mensen gewoon lastig. Maar, kijk, had ik daar gewerkt, ik had toch gewoon zo'n grapje opgelost, ik bedoel, dat is toch veel leuker. Maar... Oké, jammer. Dit waren dan weer alle bedrijven die ik deze video ga bellen. Vond je het leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet om er niet te abonneren. En wil je dan vaker dit soort video's zien? Laat het me dan even weten in de reacties of in de poll. Ook al eventuele klachten of redenen achterlaten of andere ideeën hoe ik bedrijf kan prankallen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop jullie te zien bij mijn volgende video. Doei doei!